Als gezonder alternatief voor pepernoten maken we pepernootbolletjes. Samen met u, Sinterklaas. Ja, ik kijk er nu al naar uit, zeg. Kijk, en daar heb ik deze ingrediënten voor. Ja. Havermout, vrij veel. Gedroogde dadels en vijgen. Ja. Amandelen, dat zijn de noten van de pepernootbolletjes. Ja, ja, ja. Pindakaas. De peper komt van de pepernoten van de Chinese vijfkruidenpoeder. En dan laten we dit nu gewoon malen, eigenlijk net zo lang tot het fijn genoeg is. En dan voeg ik al draaiend een beetje op het laatst gewoon een klein beetje water toe. Het gaat al wat meer aan elkaar klompen, Sinterklaas, hè? Dan ja. Betekent het dat het waarschijnlijk precies goed is. Kijk, Sinterklaas, kunnen we dit nu gaan verdelen? In het verleden ken ik je natuurlijk dat je ook altijd heel veel met die bakkerij bezig was. En altijd met heel veel suiker, maar nu... Zie ik dat toch eigenlijk niet terug? Leg eens uit. Nou, dat is best een verhaal eigenlijk. Het punt is, als ik heel eerlijk mag zijn, ik ben een enorme snoepkont. Ja. Dat zal denk ik nooit veranderen. Nee. Ik vind al die koek en taart geweldig lekker. En ik vind het bovendien heel leuk om te maken. Absoluut. Maar toch kreeg ik een beetje wel gewetensbezwaren. Maar zo mag je het best noemen, hoor. Ja, want... Omdat, nou, als je om je heen kijkt, zijn er best heel veel mensen die overgewicht hebben. Oh, daar heb en ik die daar last van hebben. Nou, u ziet er goed uit. En oh, u bent een mooie leeftijd. Nou, ja, ik ben nieuwsgierig hoe u dat doet. Maar ja. Ik moet niet natuurlijk degene zijn die alle mensen te veel verkeerde dingen adviseert. Maar hoe kijkt u daarna? Want de Sint staat natuurlijk toch ook wel bekend om nou, het ligt hier ook, snoepgoed, strooigoed, ja, marsepein, suikergoed, ja, de liedjes gaan erover. Dat klopt. Maar ja, goed, aan de andere kant, Sinterklaas is natuurlijk maar een paar weken in Nederland. Hè. En daarnaast hebben wij natuurlijk ook in Spanje gewoon een nieuwe soort sportschool. En ook met de Pieten gaan we natuurlijk steeds naar de sportschool en rondjes lopen en dat soort dingen meer. Dus daar zijn we echt wel mee bezig. En ik moet ook zeggen, we zijn natuurlijk op zoek naar een nieuwe kokspiet, zeg maar. Die dan ook bij ons, zeg maar, dan dat gezonde 80-20 regel en dat soort dingen meer ook gaat toepassen. Dus een klein stukje proeven, Sinterklaas. Lijkt me een goed idee. Wil u er een amandel op? Ja, laten we eens proberen. Of een halfje ook. Een half ook, krijgen, ja, precies. Natuurlijk. Smakelijk, Sinterklaas. Dank u wel dat u bent. Zeker. Dit is echt geweldig, zeg. Heerlijk. Leuk, hè? Fantastisch, ja. Ik ben blij dat je zo enthousiast bent. Nou, ik denk dat we dat gewoon een nieuwe Sinterklaas lekkernij moeten gaan noemen, hoor. Dank je wel. En fijne Sinterklaasavond. Zeker wel.